Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. De wedstrijden zijn weer begonnen. Vandaag zijn wij op Airport Twente. Wij doen hier mee aan een soort field lab test. En daar mogen wij 10 kilometer gaan rennen op het vliegveld in Twente. Nou, wie wil dat nou niet? Wij gaan ons eerst even laten testen bij een coronateststraat. En daarna mogen wij het hele vliegveld op. We zijn dan niet aan restricties gebonden ook. We komen daar met 2000 man. Ze hebben foodtrucks. Ze hebben een barretje. Dus we gaan er gewoon een heel mooi dagje van maken. Ik zeg, op naar die teststraat. Ik ga me even identificeren en we zullen zien hoe het allemaal gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Mondkapje mag af. Nou. Ik ben nog nooit getest. Het kan zijn dat ik ga huilen. Nou, ik moet zeggen, jongens, dit stelde helemaal niks voor. Dit was weer prima gelukt. Wij hebben de test gehad. En wij krijgen straks de test op de sms. Nou, het is gelukt. Ik ben binnengekomen. Wij gaan nu de trap af over de start heen richting Hangar 11. Want daar moet het hele feest gebeuren zijn natuurlijk. Ik ben zeer benieuwd wat het allemaal gaat worden. Het is wel een leuk overzicht hier zo. Hier kan je de start mooi zien. Er is al een hele groep aan het lopen natuurlijk. En dat gaan wij over een klein uurtje ook maar eens doen. Maar eerst even kijken hoe het binnen is. Het is trouwens wel apart. Ik hoef nu gewoon geen afstand meer te houden. Wat is dat toch lekker? Daar gaan we natuurlijk ook een beetje van genieten. Ik ga eerst even een startnummer ophalen. De boarding pass van 12 uur. We zullen eens even zien waar wij moeten zijn. Kijk eens, alsjeblieft. 1189, het startnummer is binnen. Oh, je bent aan het vloggen. En wij gaan maar eens even omkleden. En daarna naar de run toe. Tot zo. Nou, wij zitten nog even lekker aan ons bakje koffie. Het vliegveld Twente koffietje. Want wij moeten nog steeds even wachten. Wel lekker hoor. Dat je gewoon binnen aan de bar weer een koffietje kan drinken. Wie had dat verwacht? Niemand toch? Heerlijk. Nou, het wordt al een stuk drukker. Ik heb de camera weer op. En ik zie dat wij de start al op kunnen. Dus jongens, ik zie jullie bij de start. Yo! De Vierpad Event ready for take-off. En we hebben nog 10 minuten voor het vertreksignaal hier. Nou, zoals je ziet, het is aardig druk in het startvak. Lekker dicht bij elkaar allemaal. Niks geen coronas hier, want we zijn allemaal negatief getest. Ik ga die start maar eens even over. Show! Vandaag weer, mag het weer, met z'n allen lekker rennen, 10 kilometer, met de zon in je gezicht vandaag hier, op
op natuurlijk een nieuwe locatie. Twente Airport, de plek waar het de deze unieke 10 kilometer hier op Twente Airport. We zijn vertrokken, dames en heren, met deze tweede grote serie atleten die zich gaan meten met elkaar voor een unieke 10 kilometer. Uniek in Nederland vandaag ook voor het eerst weer in wedstrijdverband een 10 kilometer. Met meer dan 1100 atleten in deze serie 10 kilometer. En die gaan we straks allemaal mooi aan ons voorbij zien trekken. Wanneer ze hier weer langs de startlijn komen.
told you that I don't wanna go back. I'm just afraid that I'll lose you. I don't wanna hide or waste another life. Zie ook wat een heerlijke groep mensen weer. Het is toch één genot, jongens. Weer lekker met zalen. Hey! En ja, we worden weer een stukje beroemder natuurlijk. Heerlijk om dit zo te zien en om dit zo mee te maken. Wij zitten bijna op de 2 kilometer. Nog achter gaan. En wij zetten hem even door. We gaan ervoor. Yo! Until I calm down.
Nou, we zitten nu ongeveer iets over de 4 kilometer, 4,15 om precies te zijn. Ik doe hem lekker kalm aan. We kunnen nog even kletsen af en toe. Hè. Maar we zitten nu op een of andere campground van Airport Twente. En we zullen zo de start wel weer voorbij komen. Dan gaan we op naar ons tweede en tevens laatste rondje. Nou jongens, volg maar mee en wij spreken met elkaar met een paar kilometertjes nog wel. Jo!
Ach kijk, wat zie ik hier? Een watertappuntje. Oh, even een rustig glaasje water drinken, jongens. En dan gaan we weer keihard door. Ah, dit konden we gebruiken. Nog even eentje. Ja, het kan ons op. Nou, de helft zit erop. Nog 5 te gaan. En ja, voordat alles en iedereen mee inhaalt, zal ik daar maar eens even snel mee beginnen. Ik heb even mijn rustmoment voor de beentjes gehad. Gezien het de laatste tijd iets lastiger ging met mij. Maar dat ga je in de volgende video nog meer over horen. Daar zeuren we hier niet te veel over. Ik ga weer. Wij spreken elkaar met een paar kilometer wel weer. Yo!
Nou, we zitten nu precies op de 7 kilometer. Ik even een stukje aan de kant. En ja, we hebben een heerlijk windje tegen. Maar het zonnetje schijnt. Wie doet je nog wat? Er zijn nog een heel aantal lopers achter ons, zo te zien. Nou ja, eindigen wij tenminste niet als laatste. Hè? Wat ik net al hoorde van een van de lieve dames daar. Dat ik maar even flink door moest gaan. Nou, ik denk dat we deze ook even tot het gaatje gaan. We zullen zien hoe snel wij hem doen. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop dat ik jullie bij de finish zie. En anders hebben we nog een kleine tussenstap. Maar ik hoop het niet. Ik zeg tot zo.
wanna say goodbye, yeah. Want your skin on my skin just one last time. If I can't have you, babe, I don't want no. Hop on.
I'll take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. Nou, nog 1,5 kilometer te gaan. Ik moet zeggen dat dit campingje hebben ze weer wel heel leuk aangekleed voor ons. Of het nou voor ons is, dat weet je niet. Ja. Die jongens van het leger, die moeten hier altijd kamperen natuurlijk. Nou, we hebben nog een paar bochten. En ja, dan is het einde alweer in zicht. Ik kan mijn horloge ook weer nauwkeurig aflezen. Ik zie dat mijn hartslag alweer lekker boven de 170 drijft. Beetje hoog. Ik heb laatst een lopende Veluwe gedaan. Die jullie nog wel te zien gaan krijgen. En volgens die loop zat ik zelfs op een hartslag van 189. Lijkt me niet zo gezond. Dus wij... pakken het af en toe even wat rustiger aan. We willen natuurlijk niet plat op straat neervallen. Nog wel. Nou, het is nog steeds 1,5 kilometer. En ik zal hem eens even Jan maken. Het is niet anders. En we doen het ervoor. En ik wil die medaille hebben. Dus jongens, nu echt tot aan de finish. Yo.
de laatste meters. Nog één keer versnellen voor nog een mooiere tijd hier voor jouw toptijd 2021. Wat ik zei al eerder, het hardloopjaar is begonnen op 16 mei 2021. Het moet niet gekker worden. Het gaat sneller en sneller hier op deze 10 kilometer. Kijk eens aan. 1 uur, 1 minuut en 35 seconden. Nou, dat was hem alweer. Lekker hardlopen. Dat liep weer lekker weg. Ik ben compleet uitgedroogd. Ik heb heel erg zin in een heerlijk pilsje met een lekker sigaartje. Ik ga ervan genieten, jongens. Ik zeg tot bij de afsluiting. Het is prachtig dat het kan vandaag hier. Deze 10 kilometer. Nou, dat was weer een heerlijke eerste wedstrijd op Twente Airport zelfs. 10 kilometer, hij ging lekker, hij was hard. En ja, ik heb een paar leuke dingen gezien op dit vliegveld. Het was weer echt hartstikke mooi om ook met andere mensen te rennen natuurlijk. Dat het voornaamste. Nou, ik hoop dat alle andere wedstrijden ook heel snel weer zullen beginnen. En anders moet ik nog maar de allermooiste plekjes van Nederland op gaan zoeken. Wij gaan hem hier even lekker afsluiten. Ik heb het sigaartje alweer te pakken. Ik heb hier een heerlijk Grols bekertje bier. Weinig aan te reviewen dit keer. Dus ik zeg jongens, tot de volgende keer. En één ding, vergeet het niet. Het is gratis. Abonneer, subscribe, druk op het belletje en like deze video even. En dan zien wij elkaar volgende week weer bij een nieuwe Rosso's Running Channel. Proost!